Het kampioenschap. Een goede start hier. De man rijdt onder 99, Jochem Koren. Hij is als een komeet uit de startblokken hier op het mooie parcours in Nieuwegein. Dan hier aan ons passeren, Mats Lammertink in gezelschap van Rob Meeuwissen. Hier dan Martijn Monshagen, die gaat passeren. Met daar onder andere bij met 97 is het Tom Koeleman. En die was in het gezelschap van Kevin Schmidt. Hier de passage van Jochem Koren. Draait Van IJzendoorn daar alleen aan de leiding. En die Van IJzendoorn dus daar bovenop passeren. En dan gaan we eens kijken waar Van Oppen zich bevindt. Die komt daar naar beneden, dus die zo komt die hele Rijnse berg. Heeft dus een gaatje te dichten. Kees Van Oppen, de coureur uit Ridderkerk. Sprintje eruit, want we gaan finishen. Hier met de mannen van het stadion. En daar van de andere is ook bij Gert-Jan Bovermond. En hier de binnenkomst dan van Wim van der Laan. Hier de coureur is opgepast. We gaan finishen. Hier wordt allemaal netjes geclasseerd. Dames en heren. Vast Rie van IJzendoorn. Hij gaat hier het regiokampioenschap binnenhalen. Het regiokampioenschap winnen dus voor de regio's Midden en Zuid- en Noord-Holland. En dan gaan we kijken naar de man op de tweede positie. Komt uit Ridderkerk. Daar gaat hij komen namens DRC Heerenbol, Kees van Loppen. En dan is het spannend, die derde podiumplaats. Waar gaat hij naartoe? Gaat hij naar Jordi Beuker, de man uit Huizen? Of gaat hij naar een van de mannen van de Horense? We gaan het zo meteen zien. Het is misschien wel Bart de Veer uit Vreeland die die derde podiumpositie hier gaat innemen. We gaan het meemaken. Enkele ogenblikken zijn die mannen hier op de strijd. En die gaan er dan natuurlijk voor knokken voor die derde podiumplaats hier in Nieuwegein op de Nederrijnse Berg. Thank you.